In ons domein is dat Cosmo Caixa in Barcelona. Dat is een museum wat deels science center is, maar deels ook natuurhistorisch museum. En wat zich kenmerkt door enerzijds een enorm groot gebaar. Bijvoorbeeld het laten zien van aardlagen in een soort van rotsformatie die ze ergens weggebroken hebben en in het museum teruggeplaatst hebben. Dan is dat echt 10 bij 20 meter, dus dat is enorm indrukwekkend. Maar ook in het klein door een verhaal te vertellen over bijvoorbeeld een fossiel, een trilobiet, waarvan ze niet alleen het beestje laten zien, maar ook het spoor wat hij getrokken heeft voordat hij stierf. En dat is een spoor van 9 meter, een heel karakteristiek spoor, op basis waarvan ze dan weer wetenschappers hebben laten nadenken over hoe zo'n beest bewogen kan hebben. En doordat er dus toevallig een spoor aan die trilobiet vastzit en ze zo slim zijn geweest om die ook mee te exposeren, kunnen ze ineens een geweldig verhaal vertellen en gaat dat beest echt letterlijk leven, wat het anders niet gedaan zou hebben. Ja, het ideale museum is een museum wat zijn publiek serieus neemt. En dat betekent dus enerzijds niet op je knieën gaan zitten en ze als kleuters toespreken, maar anderzijds ze wel helpen om dingen te begrijpen en dingen spannend en interessant te maken. En het liefst ook door mensen de mogelijkheid te geven om zelf dingen te doen, om zelf meer informatie te vinden als mensen dat willen, of zelf ergens in te participeren, of zelf een actieve houding aan te nemen als je dat wil. Ja, in ons geval is dat toevallig het moment waarop we hopen weer te heropenen na een grootschalige vernieuwing van de vaste presentaties. Dus dat hoop ik, dat dat dan klaar is en dat we dan alle ideeën die we nu hebben over hoe dit museum beter en anders kan gerealiseerd hebben en dat we daar een enorme hoeveelheid mensen, meer nog dan nu, heel gelukkig mee kunnen maken. Een van de belangrijkste dingen is om weer meer te doen met onze eigen collectie. We hadden al een geweldige collectie met miljoenen objecten en hele bijzondere historische objecten ook. En we hebben nu net een collectie uit Amsterdam en een herbariumcollectie erbij gekregen, wat het 3 keer zo groot en 3 keer zo interessant maakt. En daar zitten allerlei geweldige verhalen in van uitgestorven diersoorten tot de collectie van von Siebold, die op Decima 150 jaar geleden een grote collectie Japanse dieren en planten heeft aangelegd, tot meneer Dubois, Nederlandse paleontoloog, die als eerste een menselijke voorouder vond. Dat schedelkapje van die Homo erectus, afgietsel daarvan vind je overal ter wereld. Ik was laatst voor een congres in Warschau, 2 weken geleden of 3 weken geleden. En daar was toevallig ergens een tentoonstelling over evolutie. En daar ging ik even kijken. En wie kom ik daar tegen? Weer meneer Dubois en het schedelkapje van ons. Echt altijd overal. Terwijl je bij ons moet je echt met een vergrootglas zoeken om er iets over terug te vinden. Dat is natuurlijk zonde. Dus daar gaan we wat aan doen.